De berichtgeving over de Brusselse jeugdwerkloosheid zit er wel eens naast. Laten we samen de feiten op een rijtje zetten en misverstanden uit de wereld helpen. Het zit zo. De jeugdwerkloosheidsgraad in Brussel bedraagt 24%. Daaruit wordt vaak onterecht afgeleid dat 1 op 4 Brusselse jongeren zonder werk zit. Maar als je alles optelt, is eigenlijk 1 op 11 jongeren werkzoekende. Hoe kan dat? Wel, van elke 11 Brusselse jongeren zijn er 6 student, is er 1 inactief, werken er 3 en zoekt er 1 werk. En de werkloosheidsgraad wordt berekend op basis van wie beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Hen noemen we de beroepsbevolking. Het is dus juist dat de jeugdwerkloosheidsgraad in Brussel 24% bedraagt, maar het is evengoed juist dat dat overeenkomt met 1 jonge Brusselaar op 11. Dat schept toch al een ander beeld, niet?